op deze manier kan ze potentieel mensen heel hard schaden die misschien onschuldig zijn. En dan is de schade al toegebracht. Nieuws. Jij pakt de Juice-kanalen even aan. Pak ze even heel flink aan en iedereen is zegt van yeah. Wat we hebben gedaan is een klein journalistiek experiment. Participatieve journalistiek. Dus we zijn... Je hebt koken gesnoven? Nee, we hebben een filmpje gemaakt. Een heel waas filmpje waarop je mij ziet in het toilet van mijn rug. Kan zijn, ik ben iets fout aan het doen, maar het kan ook zijn. Ik ben mijn neus aan het poederen. Ik ben even mijn sleutels aan het opzoeken. Ik ben mijn bankpas aan het bekijken. Dat filmpje hebben we samen met een gewoon heel lelijk gerucht op een nep-account. Waarvan je duidelijk ziet, weet je, nul volgers, net aangemaakt. Okay. Naar het Juice-kanaal gestuurd. Ja, naar Live of Yvonne. Naar Live of Yvonne. Om te kijken, om eigenlijk te ervaren, welk proces gaat ze dan door? Gooit ze gelijk het gerucht online of gaat ze eerst bellen? Nou, je dacht, is ze nou serieus koken aan het stuiven op de BNR-toilet? Nee, dit is niet waar. Gaat ze mensen uit mijn omgeving, gaat ze mijn werkgever bellen? En? Gaat ze een onderzoek doen? Nou, het enige wat ze heeft gedaan is, ze heeft mij gevraagd of ik koken aan het gebruiken was. Dat heb ik ontkend. Via de DM? Ja, de DM heeft ze dat gedaan. Ik heb een hele duidelijke ontkenning gegeven van hier is niets van waar. En toen heeft ze besloten om te gaan publiceren zonder verder onderzoek. Oh, wat leek dit. Ik weet dat heel veel mensen snuiven. Maar Talit. Als je iets dieper gaat, hè, waarom doen jullie dit? Waarom hebben jullie dit gedaan? Nou, omdat iedereen kijkt en vindt, kijkt naar die Juice-kanalen, vindt er wat van. Er wordt in de media vaak negatief over gesproken van nou, hè, die Juice-kanalen, dat is een beetje de randen van de journalistiek. Het is een nieuwe beweging, het is super groot, het groeit heel snel, het is een nieuw fenomeen in Nederland. Waar mensen inmiddels ook voor betalen. Nou, dan vind ik wel, dan mag je ook wel even kijken als beroepsgroep ook binnen de journalistiek. Nou, elkaar even scherp houden van op wat voor wijze gebeurt dat dan? Lieve allemaal, beste spionnen. Er is een klopjacht geopend op de Juice-kanalen. Als iemand dus bewijs gaat fabriceren en gaat acteren dat hij snuift op een filmpje, dan hoe is het voor mij mogelijk om dan te weten dat dat nep is? Ja, je kan niet het ene moment wel je beroepen, ik ben een journalist, en dan daar gebruik van maken. En dan het volgende moment zeggen, oh nee, ik ben het toch weer niet, op het moment dat je het niet uitkomt. Ik denk, nu gaat Talita aan mij vragen, welk filmpje heb je dan precies gezien? Oh, dat ben ik helemaal niet, dat is mijn collega. Weet je, dan kon ik in gesprek gaan en konden we uitzoeken van, oké, wat is hier gebeurd? En wie is het dan wel op de video, maar ik werd gewoon geblokkeerd. Dat is toch niet echt een eerlijk onderzoek dan? Nou, dat klopt. Ik heb haar geblokkeerd nadat ik 2 keer duidelijk heb gemaakt dat dit niet waar was. Ook omdat als je een onderzoek doet, als ik met haar in een discussie was beland, dan wordt het op een gegeven moment wel heel erg onduidelijk op basis waarvan zij nou precies welke actie gaat doen. Het was gewoon, we gaan duidelijk ontkennen dat ik dit heb gedaan. En vervolgens is het dus aan haar om te kijken, ga ik die ontkenning geloven, ga ik dus dan meer onderzoek doen, want dat is wat je normaal gesproken doet bij een ontkenning. Of ga ik dan toch over op publicatie, wetende dat de betrokken persoon dit gewoon heeft ontkend en er verder geen enkel bewijs is, want het is niet te zien op het filmpje en ik heb geen geverifieerde bronnen. Ik ben een Juice-kanaal. Ik ben niet het NRC en ik ben ook zeker niet PNR. Nieuwsradio. Ik kan best begrijpen dat zij zegt, ik vind dat al die BN'ers die allemaal smerige dingen doen, of het nou grensoverschrijdend gedrag is of allerlei andere zaken die ze maar in de doofpot stoppen, daar wil ik als soort Robin Hood voor vechten. Prima, doe dat dan ook. Maar doe dat dan ook als een Robin Hood op een eerlijke, controleerbare, verifieerbare manier. Dan staan we denk ik achter Yvonne, maar op deze manier kan ze potentieel mensen heel hard schaden die misschien onschuldig zijn. En dan is het dan is de schade al toegebracht. Heb je wel eens koken gesnoven? Nee. Hoe oud ben je? Ik ben 30. Dan ben je een van de weinigen in dit land. Lafjes, hè? Een van de weinigen in het land. Ik ben er trots op.